mevrouw Waarmond. Goedemorgen. Hoe gaat het met u? Ja, het gaat wel goed. Ja, lekker geslapen? Ja, ik heb prima geslapen. Ik ben klaar voor vertrek. Nou, dat is mooi. Daar kom ik ook even voor. Voor gesprekje is het goed dat ik hier heb gezeten. Ja, tuurlijk. Want ik wou graag nog even voordat u weggaat nog even hebben over hoe u het hier ervaren heeft. En op de afdeling of er al verbeterpuntjes zijn voor ons. En of u genoeg informatie heeft gekregen. Het gesprekje duurt ongeveer een kwartiertje. Hoe u de opname hier op de afdeling ervaren? Ja, wel goed. Ja, wat vond u goed? Ik vond het vooral fijn dat de verpleegkundigen heel veel tijd voor me namen. Oh, oké, ja, dat is wel fijn. Wat u zelf hier ervaren? Nou, goed, want ik had elke keer dezelfde verpleegkundige een beetje aan het bed en dat vond ik wel heel fijn. Ja, dat is wel heel fijn. U heeft ook steeds genoeg informatie verkregen? Ja, ik heb genoeg informatie gehad, want ik heb ze hebben me altijd gezegd van als iets goed was, maar ook als het wat slechte nieuws. Dus ik heb altijd informatie gehad. Oh, dat is goed om te horen. Heeft u verder nog dingen die u graag anders zou willen zien? Nee. Nou, ik had wel één keertje dat de maaltijd niet goed was. Dat was wel jammer, want dat had ik niet besteld. Maar... Oh, oké. Okay. Nee, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Dat zou ik even doorgeven dan. Voorbereid op het vertrek hier uit het ziekenhuis? Ja, ik ben wel goed voorbereid, denk ik. Ik ben wel klaar voor het revalidatiecentrum. Nou, dat is goed. Heeft u ook genoeg uitleg gehad over uw medicijnen? Ja, ik heb altijd veel informatie gekregen erover. Heeft u verder ook genoeg informatie gekregen over het revalidatiecentrum? Ja, ik heb daar wel genoeg informatie gehad. Ik heb een kennismakinggesprek gehad en ik ben al langs geweest. Dus... Oh, oké. Okay. Dus dan heeft u eerst voldoende informatie daarover? Ja. Nou, dan laat ik de rest van de behandeling en zo daar aan het revalidatiecentrum over. Nee, ik geloof het niet. Nee, alles duidelijk. Nou, ik vroeg me af, houd ik wel contact met de afdeling? Ja, na 2 weken nemen we contact met u op. Doen we even telefonisch en dan vragen we even hoe het met u gaat. En kunt u zelf ook vragen stellen indien die er zijn. Oh. Vindt u dat begrijpen? Ja, dat u de opname positief ervaren. U gaf zelf ook aan dat u het fijn vond dat er steeds dezelfde verpleegkundigen kwamen en dat ze de tijd voor u namen. Minpuntje was even dat u steeds dezelfde maaltijd, of verkeerde maaltijd kreeg. Ja. En u bent goed voorbereid op het revalidatieproces. Zo weet u genoeg over uw medicijnen. En ja, heb ik het zo weer goed samengevat? Bedankt. Ja, een gesprekje. En u kunt 24 uur na het ontslag kunt u nog bellen naar de afdeling voor eventuele vragen of klachten thuis. En daarna kunt u naar uw huisarts bellen als er problemen ontstaan. Oké, dat is duidelijk. Ja, nou, dan wens ik verder een goede revalidatieproces toe. En fijne dag nog. Ja, dankjewel. Oké.